Een goedenavond samen. De naam is Zeus, de oppergod. Ik beheers de natuur en de hemel en bepaal voor miljoenen Grieken hun levenslot. Ik wil u een verhaal vertellen over het land dat ik zo bemin. Het land van de Spartanen en Trojanen. Er was eens, lang geleden, het begin. Griekenland, het voorbeeld voor elke beschaving. We zijn de wereld voorgegaan. Griekenland, waar zoveel is uitgevonden. Waar de complete mens is ontstaan. De bakermat van de kunst. De democratie dankt u aan ons. De poëzie en het theater. Die stampten wij voor het eerst uit de grond. De sport, filosofie, de wetenschap. De schrijver Homerus en de leer van het denken. Het waren Griekse godsgeschenken. Troje, verstofferd dorp naar bijzondere stad. Door handel met Sparta te drijven. Stoffen uit Azië en Afrikaans goud. Boogschutters met krachtige lijven. Vele mannen en vrouwen uit het oosten wilden op dit schiereiland blijven. Want de Trojanen kregen macht en aanzien. En hun rijkdom was niet te lag Griekenland, een koninkrijk met vele staten. Sparta met zijn bondgenoten, patriotten en fanaten. Samen één, maar ook veel ruzie. Wat toen ze hoorden van dat Troje, was de eenheid een illusie. Sparta wilde plat gaan gooien, maar de goden zorgden uniform. Voor de stilte, de stilte. De stilte voor de storm. Jaar terug in de tijd. De koning en koningin van Troje staan met hun pasgeboren baby op de berg Ida, op ongeveer 8 uur lopen van Troje. Dit is hem, mijn zoon Paris. Zorg dat niemand weet dat hij geleefd heeft. Laat hem hier liggen, blijf in zijn buurt, maar raak hem niet aan. Verlies hem geen moment uit het oog. Hij zal huilen. Hij zal krijsen. Maar je zult hem laten liggen. Met deze kou, de aanwezigheid van beren en tijgers, zal het niet lang duren voordat hij... Ben ik duidelijk? Ja, je Priamos. Daar zal ik voor zorgen. Lieve, ik smeek je, doe het niet. Hey, Kabian, tientallen nachtmerries waren niet voor niks. Dit kind zal alleen maar voor ellende zorgen. In jouw nachtmerries zorgde Paris voor de ondergang van Troje. Geloof me, het is beter voor ons en voor het hele land. Ik zal doen wat u vraagt, hoogheid. Lieverd, pak de baby. Laat hem liggen. Lieverd, pak dat kind op. Laat hem liggen, je weet wat de koning ons heeft bevolen. Als jij het niet doet, dan doe ik het. Mijn grootste angst moet
Laat hem los, laat hem gaan. Jij bent nog zo klein. Jij deed nog niemand kwaad. Toch moet ik afscheid nemen. En waar de zon de hemel raakt, zal ik jou elke avond in de sterren zien staan. Toch lief, ga maar gauw en zweef zo. Paris groeide op tussen het gras, de geiten en de paarden. Hij werd de beste paardenmenner uit de wijde omgeving. Iedereen kende hem, maar niemand wist dat hij in werkelijkheid de zoon van een koning was. Hey Paris! Op zijn 17e leerde Paris een meisje kennen op wie hij op slag verliefd werd. Inonie was haar naam. Dit was de vrouw met wie hij zou trouwen en gelukkig zou worden. Al gauw kregen zij twee kinderen, Coritos en Ambrosia. Papa, wat is er met mijn paard Caballas? Hij niest telkens en is onrustig. Geef hem maar een drankje van een ijs en brandnetel. Dan zou je hem zo weer voor de wagen kunnen spannen. Oh, maar dat wist ik wel. Kom, we gaan naar het bos. Ja. Meiden, pas op. Daar verderop is het hol van een vos. Een vos? Paris, het is vandaag toch maar weer om te werken. Kom. Lieverd, ik weet het, maar ik moet. Omdat Paris de beste vechtpaarden van heel Griekenland leverde, kende iedereen hem van Sparta tot Troje. Die dag werd hij 28 jaar. Lieverd, moeten wij niet eens aan Paris vertellen dat hij de zoon van koning Priamos is? We hebben de koning een belofte gedaan. Een belofte die we na 20 tellen hebben verbroken toen we het kind meenamen en grootbrachten. Niemand kent ons geheim, dat blijft zo. Het is ons kind, het is mijn kind. Ik wil hem niet kwijt. Na de belofte van Paris... Toch liep het anders. Wat een verrassing. Apollo, jij ook hier. Ja, natuurlijk, ja. Het gaat tenslotte hier vanavond weer allemaal over mijn Troje. Jouw Troje. Ja. Vertrouw jij mijn verhaal niet? Natuurlijk wel, maar ik ben er altijd heel graag zelf bij. Ja. Kijk, Zeus schiep de hele wereld behalve Troje. Die hebben het voor de zee gepikt. Moet je nu nog weg? Het is al bijna donker. Lieverd, ik moet het vee naar Midas brengen in het dal. Ik ben morgen of overmorgen terug. Zul je altijd van me houden? Natuurlijk. Denk je altijd aan mij? Natuurlijk, lieverd. Droom je altijd over mij? Zeker weten. Tot morgen dan. Tot morgen. Dag, papa. Kan Caballas niet hier blijven? Wees niet bang, dames. Ik zal goed voor hem zorgen. Kom maar. Oh.
Die avond valt Paris na een lange tocht in de stal van Midas in slaap. Het was in die tijd, dames en heren, dat Troje als serieuze handels... Wat ben jij van plan, Zeus? Ik ben helemaal niet van plan. Ik niet. Ik wist het al. Deze appel is voor de schoonste godin. Oh, dat ben ik toch liever. Nou, je vergist je. Ik ben het knapst. Hallo, oh, dat is normaal. Ik heb het niet waar. Maar ik vind het goed. Dames! Paris, kom er eens bij, kerel. Ik ben die vrouw meer dan zat. Ik vind dat jij nu maar eens mag kiezen wie de mooiste godin is. En waarom ik? Omdat jij goud eerlijk bent. Dames, Paris zal oordelen over wie van jullie de mooiste godin is. En aangezien Hera mijn vrouw is en er een gevaar van partijdigheid zou kunnen ontstaan, zeg ik dit keer niets en oordeel ik niets. Ja, maar op zich... stel u voor. Ik ben Hera. Godin van het huwelijk en de vruchtbaarheid. Kies mij, Paris, en ik maak van jou de machtig. Athene, godin van de wijsheid. Paris, kies mij en ik beloof je kracht, schoonheid en een helder verstand. Afrodiet, godin van de liefde. Ik zal ervoor zorgen dat je zult trouwen met de mooiste vrouw ter wereld. De mooiste vrouw ter wereld? Ja. Ah, nee. Ik heb al een vrouw. Twee. De mooiste vrouw ter wereld, zei ik. Hier staat de mooiste dame van dit werelddeel. Blank en rijk met blauwe ogen. Goud is mij de keel. Ik ben jouw huis, ik ben jouw aarde, ik ben jouw vaste waarde, ik ben een symbiont.
is de korrel naar mij. Denk aan mij, kijk naar mij. Luister, fluister, denk en voel. Kijk en geniet van je afrodiet. Laat je me gieren, ik zal je leren. Kom in ongerust. Laat niets je dieren. Je ontbieden. Ik ben de krachtigste. Ik de machtigste. Ik ben de prachtigste godin. Zelf wel. Kom maar door dan. Kies mij, kies mij, kies mij, kies mij, kies mij. Kies mij. Dat lijkt me wel een besloten wedstrijd. Denk je ook niet? Heer Rijven is naar jou gekeken. Doe even als normaal. Met een kleine dame. Dames! Paris! Het zijn drie heerlijke slagroomgebakjes. Eentje met een ananasje, de ander met een chocolaatje. Maar je zult er echt moeten kiezen. Wie gaat het worden? Ja. En nu? Ik kies Afrodite. Afrodite is het geworden! Hera Athena draagt een verlies. En Paris? Wie zijn eigen weg bewandelt, kan door niemand worden ingehaald. Mijn Afrodiet. Jouw Afrodiet. De godin Afrodiet. Mm-hmm. Morgen mag je me verder dromen, Paris. Ik zou nu maar aan het werk gaan. Ja. Ja, lekker. Ik weet het niet. Ik weet het niet, meneer de oppergod, maar mij zul je niet tegenhouden. Het was die avond dat Troje als serieuze handelstad... Het verhaal vervolgt met het naderende huwelijk van Helena, de kroonprinses van Sparta. Alle bevriende vorsten uit omringende gebieden waren uitgenodigd om dit drie dagen durend feest mee te vieren. Dus het was die avond dat Troje als serieuze handelstad... Maar vader Tyndareus was al maanden op zoek naar een nieuwe kandidaat voor zijn dochter Helena. En vandaag was eindelijk de dag dat de koning een partner kon kiezen. Van Mycene. Oh, ja. Dat zie je toch? En ik ben Clytemnestra, zijn vrouw. Kom, stel je eens voor, lieverd. Iphigenia, dochter van heer Agamemnon. Ah, de moeder van Odysseus uit Ithaca. Het prachtigste gebied van het hele koninkrijk. Oshimori, het allermooiste gebied van heel Griekenland is nog altijd onze stad Pylos. Pylos? Is dat niet familie van de heer Agamemnon? Nee, dat is een stad. Maar dat wist ik wel. De dochter van de heer Ajax. Zijn vriendin! Is de heer Ajax ook aanwezig? Er bestaat geen heer die met zijn blote handen weer kan ombrengen. Op één na. En dat is heer Ajax van Telamon. Juist, en dat is mijn man. Ja, sorry hoor, maar jouw man haalt het niet bij mijn neefjes Patroklos en Achilles. Agamemnon, ik haat hem. Hij is nog in staat om zijn eigen broer om te leggen. Ja, of het goud van zijn eigen moeder te stelen. Nou, ook wij van het grote Kreta krijgen toevallig nog geld van hem. Van een handelsmissie. Daar weet ik helemaal niets van. Mannen vertellen nooit belangrijke dingen tegen hun vrouwen. Wat zeg jij nou? Gewoon de waarheid. Zijn broer Menelaus schijnt een stuk rustiger te zijn. Ja, het is wel een knappe vent. Ach, daar vertrouw hem toch eens die mond. Zullen wij maar gewoon een drankje doen, hè? Om niet meer aan het gekibbel te luisteren. Ja. Koning Tyndareos en koningin Lida van Sparta! Dames en heren, welkom in Sparta. Morgen zal mijn dochter Helena trouwen en zullen de laatste 50 mannen om haar hand vragen en dan zal ik mijn besluit nemen. Het zal u verder aan niets ontbreken. Geweldig verblijf in Sparta zult hebben. Ja, maar dat voor de vrouw die zo mooi is dat de zon met een boog om haar heen schijnt en de regen haar niet kan vatten, prinses Helena! Ja?
ja. Hoogheid, er staan nu tientallen mannen bij de poort. Mooi, laat de mannen nu binnenkomen. Mijn naam is Frescuneus, later Dias van Petia. Mijn vader Constantinus, papa doe mijn moeder Ria. Petia is een eiland en de zon krijg je erbij. We stonden hier een week of drie met slaapzak in de rij. Ik heb 21 goede, nee, grandioze scheep. En al mijn gouden stoffen, nou die zijn niet aan te slepen. Mijn vader was een ziener, zag iets groots en zo geschieden. Het is daarom dat ik rijk om en een prachtig land kan bieden. Wij maken nu een buiging. Kijk ons toch eens gaan. Als wij nog dieper buigen, komt ons hoofd tot aan de grond. En komen aan de achterkant op Salmenatus komt. Ik ben Prespodalirius. Ik mag een Galileus. De zonen van Asclepius. En vrouwen Anadeus. Wij komen uit het koninkrijk van Trika aan de rand. En vragen u gezamenlijk, mogen wij uw hand? Dank u, heren. Dank u voor uw komst. Van alle mannen van vandaag zijn deze echt het leukst. Zijn we wat? Drinkt u wat? Bedankt en tot ziens. En lieverd, zit er wat voor je bij? Die Menelaus lijkt me wel een aardige. Bij Zeus, Menelaus, hou nou toch eens op, zeg. Die heeft toch geen goud en geen zilver? Waarom gaat het bij jullie altijd daarom? Hoogheid, we zijn ongericht hier bij de poort. Ach, elk besluit dat we nemen zal een verkeerde zijn. Het zal leiden tot onrust en jaloezie in de regio. Hoogheid, heer Odysseus voor u. Ah, heer Odysseus, u komt als geroepen. U moet mij helpen. U weet altijd raad, u heeft altijd een goede list. Hoogheid, vertel, wat is er aan de hand? En de koning vertelde Odysseus over zijn onmogelijke keuze en de gevolgen voor de regio. Echter, het was die avond dat Troje, u weet wel, als serieuze handelsstad... Maar Odysseus had zoals altijd een idee. Dus het was die avond dat Troje als serieuze handelsstad... Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, toch dat ik lelijk was, maar toen zag ik jou. Heer, ik zorg ervoor dat alle vorsten van mijn omliggende gebieden en vrijers van Helena zich met elkaar verzoenen. Maar er staat wel iets tegenover, hè? Slimme jongen. Vertel. Een mooie en rustige tijd op Ithaca met mijn vrouw Penelope en geen bemoeienissen met oorlogen. Dat is wel een gemis voor ons leger. Brand u maar los. Dames en heren, om verdere onrust te voorkomen zal Helena zelf de man kiezen met wie ze trouwt. Ja? En een ieder hier aanwezig zal haar keuze moeten accepteren. En daarom zullen zij een eed afleggen om Helena en haar zelfgekozen echtgenoot te beschermen. Wanneer nodig. En pas dan denkt u mee naar de hand van mijn dochter Helena. Dus een ieder die het eens is met deze belofte, die steekt zijn rechterhand omhoog en spreekt de eed uit. Orchisom epistin, istin Helenin. Orchisom epistin, estin Helenin. En lieverd, wie is de gelukkige... Wat? Ik versta je niet. Wat? Menelaus! Dames en heren, de nieuwe koningin en koning van Sparta, Helena en Menelaus! Zito! Zito! Zito. Dames, waarom mijn Troje zo groot en zo succesvol is geworden. Dit is ons verhaal, niet jouw verhaal. Ik heb Troje groot gemaakt, niet in een Paris. Oh ja?
Ja, waar was Paris in jouw verhaal? Die was veel aan het werk. De resterende tijd was hij veel bij zijn vrouw Inonie en zijn kinderen. Ja, ja. Zeus, hou op! Nou ja. Waarom ben je toch altijd zo dwars? Dwars? Ja. Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen. We reizen 4 maanden verder in de tijd. Ja, kom maar. Kom. Ja, papa, kom. Mogen wij met Caballus en meer? Dan ga ik op zucht. Ja, waarom jij? Ik kan beter paardrijden. Echt, ik zei het als eerst. Paris, er is een boodschapper van het koningshuis voor je. Voor mij? Bent u heer Paris? Dat klopt. In het paleis van Troje praat men over u. Nu is het zo dat Troje niet de allerbeste paarden heeft, maar deze wel heel erg graag zou willen hebben. Daarom heeft de koning van Troje u ontboden op zijn paleis. Wat? Dat is geweldig. Ik ga met u mee. Ik pak nog even wat spullen. Ga je nou alweer weg? Schat, je bent de laatste tijd al zo vaak weg. Lieverd, de koning heeft me gevraagd. De koning van Troje. Mijn man wordt de koning uitgenodigd. Sorry, lieverd. Ik ben wel trots op je, hoor. Maar hou je altijd van mij? Natuurlijk. Denk je altijd aan mij? Natuurlijk, lieverd. Droom je altijd over mij? Zeker weten. Dag, papa. Kom je wel snel terug? En goed voor Caballus zorgen. Wees niet bang, dames. Dames. Paris. Ik heb er geen goed gevoel bij. Jouw vertrek, het voelt als een afscheid. Maar moeder, u weet toch dat ik altijd terugkom? Oké. Paris. Paris, kun jij je geheim bewaren? Overbodige vraag. Beloof het. Ere zij Apollo. Ik ben jouw vader niet. Je bent de zoon van koning Priamos. Vader, ga een ander ongelukkig maken. Heb ik in die 28 jaar dat ik jou heb opgevoed ooit tegen jou gelogen, jongen? Nee, dat niet. Maar de zoon van Priamos? Ja, jongen. Dat is echt waar. Ik ben een koningszoon? Van het licht. Wat wetenschappelijk gezien volstrekt onmogelijk is. Ja, we boeien er niet mee. Godesnaam. Ja, het is wel zo. Naar het paleis van Troje om dit heugelijke nieuws te vertellen aan koning Priamos. Athene, kun jij het me zeggen? Heb jij opdracht gekregen van die Zeus om mij te... Apakatapapakatapa! Zij die achter mijn rug om over mij spreken, staan op de juiste plek om mijn kont te kussen. Paris? Mijn zoon Paris? Ja, vader. Niet waar. Is hij hier? Ja. Nou, haal hem dan. Ja, natuurlijk. Maar hoe zit het dan met mijn nachtmerries? Lieverd, jouw nachtmerries waren 28 jaar geleden. Dit is de zoon die we altijd al wilden hebben. Ja, maar ik kan toch niet... Niets te maren. Dit moeten we vieren. Kom. Ik wil dat je kennis maakt met een aantal van je broers en zussen. Broers en zussen? Ja. Heeft... Kom op, stel je even voor. Alexios. Helenos. Mij kent hij al. Adelphos. Corydoros. En onze oudste zoon. Hector. En dit is... En ons bijzondere zusje Cassandra. We moeten goden niet verzoeken. Hij brengt ongeluk. Hou je mond, Cassandra. Ze ziet spoken. Denk dat ze de toekomst kan voorspellen, maar eigenlijk... Zeg eens hallo tegen je broer. Ik zie alles in mijn hand. Troje brand, Troje brand. Sluit Cassandra een nachtje op in de cel. Morgen praat ze hopelijk weer normaal. Ja, vader. Zijn dit al uw... Kinderen? Ja. We hebben er 50. En onze wijze vrienden en priester van Apollo. Lycaon. Chrysos. En mijn dochter? Chrysida. Brisos. En mijn dochter? Chrysida. Oh,
Laat je horen. Voor mijn zoon. Paris, prins Paris van Troje. Paris! Paris! Meiden, hebben jullie Cassandra horen schreeuwen? De nieuwe zoon van de koning gaat zorgen voor de ondergang van Troje. Nieuwe zoon? Wat voor nieuwe zoon? Alsjeblieft, doe me een plezier. Zeg niks, zegt Xena. Ze heeft al genoeg verdriet van een van de andere zonen van de koning. Hector. Wat is er? Maar was het Paris? Dat het Paris echt ongeluk brengt? Ja, dan willen we hem niet. Dan moet hij terug naar die berg van hem. Slecht voor de handel. We willen hier rust. Maar hij is wel heel knap. Ja, vast niet. Hou je mond. Lekker weer, hè? Appel. Wat mag ik niet weten? Niks. Dames. Oh, oh. Als er iemand in dit koninkrijk rust en vrede wil, dan is dat mijn vader wel. Daarnaast maakt Paris van elke doorsnee knol een vechtpaard. Dus de handel zou juist aantrekken. En voor jullie niet onbelangrijk... Het is een knappe man. Oh. Mooie, knappe Paris. Ja, dat... ja. Ik had zo'n verdriet toen ik jou moest achterlaten. Maar je maakt me nu zo trots. Bodes. Paris krijgt de mooiste kamer van het paleis. Wat geven we? En eten. Eten zoveel als je op kan. Ja. En vrouwen. Paris krijgt de mooiste vrouwen van het land. Ja. Heer Priamos. Vader. Ik wil u niet beledigen. Alleen heb ik al een vrouw en twee... Vrouwen heb je hier ook genoeg, jongen. En neem van mij aan, er zitten verdomd fraaie exemplaren bij, hè? Ja, maar wat ik dus eigenlijk... probeer te zeggen... Onthoud één ding heel goed, Paris. De koning van Troje duldt geen maar. Het spijt me, vader. Ik wil dat je Hector leert kennen. Hector is onze oudste zoon en de bevelhebber van ons leger. Ja, Hector. Ja, broers en zussen heb ik al genoeg. Dank je, Paris. Hector, alsjeblieft. Hector, wat doe je? Ja, misschien is het toch beter dat ik ga. Nee, joh, je bent net. Wacht! Een zoon van mijn vader en moeder blijft familie. Ja, zo kennen we weer. Welkom in Troje. Ik wil dat je mijn vrouw andere macht leert kennen. Ik had me best eens mogen vertellen dat je zo'n knappe broer had. Zo! Akte, hallo. Ik ben Ado. Hey. Jullie hebben zeker ook 50 kinderen. Kom, ik laat je de wapenkamer zien. Wij hebben de beste boogschutters in heel Griekenland. Ja, ja, ik ben de beste boogschutter. Ja, in Troje. Echt niet. Ik zie wel hoe je naar me kijkt, Andromach. Maar ik ben geen moeder die haar kinderen de oorlog instuurt zoals jij denkt. Oh ja? Waarom vechten al jouw kinderen dan telkens in oorlogen? Met mijn Hector voorop. Om te behouden wat je hebt? Nee, om te pakken wat je wilt. Jij denkt zo slecht over mij. Maar bedenk je heel goed waar je vandaan komt, Slavin. Sorry? Of je me nu accepteert of niet. Ik ben wel de vrouw van Hector. En ik denk niet alleen. Ik kijk. Jouw toon staat me zo niet aan. Dus... Volemos, Volemos. Een stem met gezeur. Het is de oorlog. Die klopt op je deur. Sandra, wat had je vader nou toch gezegd? Ga weg! Ben je daar nou alweer aan gebeuren? Ja, sorry hoor, maar ik moet echt niet waar van maken. Hou jij nou even je mond. Je bent echt een mondje, hoor. Dit is mijn laatste waarschuwing, dames. Zeus, je had het beloofd. Als Paris voor mij zou kiezen, dan zou hij de moeite Veel mensen met een goed geweten danken dit aan het slecht geheugen. Maar we hadden een afspraak. Als Paris voor mij zou kiezen, dan zou ik een vrouw aan mannen kiezen. Wat ben je nou weer aan het doen? Je vindt dat ik helemaal niet zo... Ik mag toch wel wat zeggen? Ik heb... Ja, oh, Hector. Hector, morgen gaan wij naar Sparta. We gaan naar Sparta. De nieuwe koning Menelaos heeft alle vorsten uit de regio uitgenodigd om kennis te komen maken en om de huidige vrede te bezegelen. Paris, jij gaat ook mee. Ja. Nou, dat lijkt me nog niet zo. Ik ga graag mee. Mooi. Morgenochtend vertrekken we. Ja, hey. Jongens, even. Ik hou jou in de gaten. Hector, prins. Hector, wat stond er hier dan uit op te smoesen? Het blijven jongens, ik heb het. Het blijven jongens.
Troje blijft de meest fantastische plek om te wonen. Ja, maar toch fantaseer ik vaak over hoe het zou zijn aan de andere kant van de horizon. Sparta? Ja. Dan heb je echt iets verkeerds gegeten. Ja, ik denk niet dat... Hoezo? Er gaan zoveel verhalen over die mooie, stoere Spartanen. Oké, vertel. De biceps van een Spartaan zijn 3 keer zo groot als die van een Trojaan. Ja, en de herseninhoud 3 keer zo klein. Oh. Dames, niet alles is mooier achter de horizon. Sparta, daar gebeurt het, daar is het leven mooi. Waarom het recht voor de sterkste wordt gevochten in een kooi. Sparta heeft het eergevoel, in het vaandelsvlucht. Je maakt me zo nieuwsgierig, ik wil met jou de zuidelang. Voor de natuur nog zo wild is, en de mannen stoer en beter. Maar de liefde op de straten ligt, en de vrouwen wel gekleed. Waar het eergevoel zo groot is, door elke is nog hem zelf te creëren. Samen. 5 dagen later? De koning van Troje met zijn gezelschap legt aan op het schiereiland Peloponnesos op 100 kilometer van Sparta. Daar wachten de afgetreden koning Tyndareos en koningin Lyda hen op. Samen gaan ze onderweg naar het paleis van Sparta. Hallo? Oh, mag ik weer? Waar de nieuwe koning Menelaos en Helena het zullen ontvangen. Menelaos het als nieuwe heer van Sparta. Buitengewoon kan ik zeggen. Het volk is zeer te spreken. Ja. Dat is goed nieuws, meneer Tyndareos. De groeiende welvaart van uw stad leidt tot nogal wat onrust en jaloezie onder de bondgenoten. En het leek me goed om daar eens over te praten. Om de rust te bewaren. Dat is fijn om te horen. Is Agamemnon ook aanwezig? Hij is uitgenodigd. Mooi, want ik heb nog een achterstallige betaling van hem te goed. Oh. Nou, daar weet ik niets van. Hij is nogal gesteld op zijn... Op zichzelf. Op zijn privacy. Oh, privacy, ja. Het is een goede man. Nou, persoonlijk zou ik wat onrustig worden van al die woeste oorlogsretoriek van hem. Dus hij dwingt respect af en hij brengt rust. Nou, het is maar wat je rust noemt, hè? Het weer laat de wensen over, vindt u niet? Ach, bij jullie ook al? Apollo laat ons de laatste tijd wel wat in de steek, ja. Nou, Poseidon kan er ook wat van. Terwijl Apollo toch het beste met Troje voor heeft. Hij heeft Troje tenslotte gebouwd. Daar zijn de meningen over verdeeld. Ah, koning Priamus. Hoogheid. Zo, al met al een flinke uitstap. Een goede reis gehad, maar
Buitengewoon, dank u. Hector, welkom. Mijn vrouw Helena verexcuseert zich. Ze is wat verlaat. Koning Menelaus, het is mijn eer. Ah, en u bent... Hallo? Oh, ja. Ik ben Paris. Ah, u komt van ver. Nee. Dat is mijn naam. Paris. Paris. Ja, Paris als in mijn zoon Paris. Uw zoon? Ja. Ja. Vreemd, ik heb die naam nooit eerder gehoord. Nee, dat kan je zo hebben als je er meer dan 50 hebt. Hè? Vruchtbaar land, vruchtbare koning, kan ik dan wel zeggen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Nou, hartelijk welkom allen. En volgt u ons richting de grote zaal waar een heerlijk diner wacht. Eindelijk kan ik u dan het verhaal vertellen over mijn Troje. Over haar pracht, over haar kracht, over haar rijkdommen. Die prachtige bewoners met hun vredelievendheid. Ja, mevrouw, ik Apollo, ik heb deze stad groot gemaakt. Mijn blik, mijn zon heeft deze stad doen verwarmen. Nou, over en het ik... algemeen kan men stellen dat het leven er veel bij zou winnen als... mensen met niets te vertellen, dat deden in kortere zinnen. Nu kan ik niet anders dan ingrijpen. Mijn Troje is in gevaar. Ik kan niet langer toezien hoe Zeus en Afrodite hun gang gaan. Ares. Excuses, Allen. Mijn prachtige Helena. De koningin en de koningin van Troje heb je al eens ontmoet. Welkom in Sparta, hoogheid. Zorg jij voor de nodige afleiding van de jonge mannen? Maar natuurlijk. Dan zal ik de dames de rest van het paleis laten zien. En ik heb een prachtig Dorisch beeld van marmer dat ik u zo graag wil laten zien. Ach, is het waar? Ja. Uit Mycene? Ja. Ik hou zo van dat culturele leven daar. Ja. Nou, dan is dit natuurlijk Hector, mijn oudste zoon, hè? Hector? Ja. Helena. En dan is die ander dus Paris. Paris is mijn andere zoon. Helena? Paris. Zorg voor een prachtige kamer voor deze heren. Daar is genoeg vertier voor u allemaal. Wilt u mij volgen? En mag ik u er verder op attenderen dat we over een half uur aan tafel gaan? Prima, dan heb ik nog een half uur om de wijn uit deze streek te proeven. Ik zie jou zo... Paris! Ja. Bij Apollo. Denk ik. Nou, laten wij dan ook maar een toast uitbrengen, hè? Hermes? Ik ben blij dat je er bent, Paris. Veel over u gehoord. Positief, hoop ik. Oh. Zorg voor een prachtige kamer voor prins Paris. En genoeg te eten. Ja, mevrouw. En, Vrouwen? Elke vrouw valt in het niet als ik naar u kijk. Dat hoor ik vaker. Maar niet van mij. Dat is waar. Niet van u. Proost. Proost. Oh, ze had mooie, slanke handen die zich sensueel om de wijnbeker sloten, vond hij. En diep donkere ogen die haar betoverden, vond zij. En bij ieder woord voelde hij meer voor haar. En bij iedere slok werd haar verliefdheid heviger. Ja, ja, we get the picture. Genoeg wel. Oh, het is alsof een orkaan me meevoert en de hele wereld om me heen onbelangrijk maakt. Je bent mooi. Heb je een teltje? Ze werd getroffen door een verlangen wat ze nooit eerder had gevoeld. Oh, en hij dookte zijn vinger in de wijnbeker en schreef op de marmeren tafel: Saga. Paul, ik heb je lief. Klaar nu? Kom vannacht naar mijn kamer naast de binnenplaats. Of heeft u een vrouw?
Nee, ik heb geen vrouw. En uw man Menelaus dan? Ik weet niet of het verstandig is. Ik weet ook niet of dit verstandig is. Vannacht? Vannacht. Ah, ik wil u uitsluitend vertellen dat er wel zo'n 30 gasten aankomen. En dat ik helemaal niks heb gezien. Want me enigszins onrustig zou koning Menelaus en de gasten! Je kan veel zeggen, maar ik weet ook niks zeggen. Lieve gasten. Het spijt mij dat ik u niet de 3 volle dagen kan vergezellen. Ik ben ontboden door de koning van Kreta. Ik moet de begrafenis bijwonen van een bevriend koningslid. Maar ik beloof u, ik zal u aan niets ontbreken. Toch, vader. Nee, nee, natuurlijk niet. Wij zullen een aantal goede gesprekken voeren. En zolang u van onze havenstad Afida afblijft, zal er vrede zijn. En de goud- en zilveropslag van Mycene en de kunstschatten van Sparta. Hè? En als u dan van onze toppaarden en onze grondstof afblijft... Zolang wij elkaar respecteren, zal er rust zijn. Wilt u mij dan nu excuseren? Op een verstandig gesprek? Ja, op een verstandig gesprek. Zeg het even! Wat? Jas! Vier weken heb ik al niks van Paris gehoord. Maar dat is helemaal niet voor Paris. Zou er iets ergs gebeurd zijn? Wat? Is er iets ergs gebeurd? Toch niet met mijn paard, hè? Dat is ook mijn paard. Natuurlijk niet. Hoe zou het zijn met Senna en Troje? Ja, en haar baby natuurlijk niet te vergeten. Ja, en onze vriendinnetjes Priscilla, Luna en Steffi. Nee, dat is het. Waarom zoeken we ze niet op in het paleis? Het schijnt geweldig te zijn binnen de muren. Alle vrouwen die dragen haar prachtige linnen, zijde en wollen sheet op. Met purperstof. Echt, alles. Dat ze Trojanen hebben geld. Dione, ze hebben alles. Ja, alles. Maar de gevaren onderweg. Kom op. Die opdringerige mannen. De opdringerige mannen. Die vreet ik natuurlijk allemaal. Ja, ja. Nee, meiden, even serieus. Wat hebben we te verliezen? Poetsvrouwen hebben ze er ook nodig. Inderdaad. En onze familie hoeven we niet te missen. Dus, Inoni. Wat wil je? Ja. Ga je met ons mee? Ja. Nee. Ik twijfel. Het is bijna 8 uur lopen. 8 uur. Wat nou als we elkaar mislopen? Nee, mislopen? Jij aan mijn paard. Inoni, kom op. Het gras is groener bij de buren. Maar zijn daar wel een rat. Dikker lijken daar de muren. Een dorp lijkt daar wel een stad. Het gras is groener bij de buren. Een bloem heeft iets meer kleur. Wachten lijkt er kort te duren. De lente heeft meer geur. We willen naar de grote stad. Vandaag gebeurt er altijd wat. We dansen, drinken, dat is wel wat. De grote stad, de grote stad, de grote. We willen naar de grote stad. Vandaag gebeurt er altijd wat. We dansen, drinken, dat is wel wat. De grote stad, de grote. Iets hoger dan een eigen tuin. In de regenbui lijkt het er droger. Een berg lijkt minder schuin. Troje, neem me op in jouw armen van geluk. Troje, neem me mee op jouw vleugels van geluk. Stop the
enkele uren later in de kamer van Helena. Ik heb mijn man alles verteld over ons geheime afspraakje van vannacht. Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Hij zou je doden. Sterker nog, hij zou met je dode lichaam rondjes gaan rijden over het plein. Maar ik ben niet zomaar dood. Paris, besef je wel heel goed dat... van jou is en de nacht niet van mij. Ontmoet me dan in de schemer en laat me naar je staren. Dan streel ik je haren. Kom, laat alles varen. We dromen die wereld weg. Helena, ga met me mee. Dit is niet goed. Je speelt met het leven van duizend onschuldige inwoners van dit park. Hé, Helena. Ga met me mee naar Troje. Doe het. Durf het. De goden hebben hun best gedaan. Oh, Santa Filia. Schatje. Xena, ik heb een cadeautje voor Santa Filia. Oh, wat lief. Van haar vader Hector. Oh. Ik wil het niet. Oké. En wil je dat ik nog iets tegen Hector zeg? Ja, zeg tegen hem dat ik ontzettend blij ben dat hij zoveel interesse heeft getoond aan zijn kind. Ja, maar zolang jij je mond houdt tegen zijn vrouw, zal hij jou en Santa Filia financieel ondersteunen. Ik hoef geen cent van hem. Juist, Xena. Hij is je niet waard. Het is een schoft eerste klas. Laat hem los. Ja, maar hoe? Elke dag loopt hij langs mijn huis naar het paleis en negeert hij mij. Ik was gewoon een van zijn speeltjes voor de nacht. Kon ik hier maar weg? Nou, doe dat dan. Wat, Priscilla? Ja, ik meen het. Vertrek. Je weet dat mijn vader Briesos een priester van Apollo is. Hij kan vast iets regelen. Ja, of mijn vader hier Griesos. Wil je een tijdje naar Berg Ida, naar Inoni? Ja, ik kan je veilig via het strand naar de voet van de berg leiden. Zou je dat voor mij doen? Natuurlijk. Ja, ik ga mee. Ik ook. Ik ook. Morgen? Morgen. Maar Santa Filia gaat mee. Tuurlijk. Oh,
gaan. Wat? Jij, pak die kleding in en doe het in die kist. Maar waar gaan we heen hier? Of wil jij morgen door je koning worden afgestraft? Nee, maar natuurlijk niet, heer. Helena? Doe maar gewoon wat hij zegt. Helena, sla dit deken om. We moeten onherkenbaar aan boord zien te komen. Jij, wijs ons de weg naar het strand. Maar waar gaan we heen hier? Doe het! Nu! Zoals u wilt. Zou je het erg vinden om die glimlach van je smoel te halen? Oh, sorry. Viel het op? Je bent vreselijk Afrodiet en dat weet je. Zeus, zeg er wat van. Wie nimmer dwaalt, wordt nooit verstandig. De volgende dag staat het gezelschap van koning Priamos op het strand van Peloponnesos te wachten om terug te keren naar Troje. Ja, maar waar is Paris? Wat denk je? Oh, nee, de viezerik! Want dat is het! De laatste! Die liefde heeft zijn ruimte nodig, is het niet? Laten we maar gaan, hè? We kunnen toch nog wel heel even wachten. Hé, Kabe, maakt u zich toch geen zorgen? Er is vast niets aan de hand. Wij sturen Paris terug met een beschermd schip naar Troje. Nou, Paris is oud en wijs genoeg om voor zichzelf te zorgen. Vader, kan ik u heel even spreken? Ik ken niet zoveel Paris. Vader, Paris is jong en onervaren. Ja, ben ik ook. Maar hij is ook nieuwsgierig. Ja, nou. Ik zag hem gisteravond buiten het paleis. Grote kan wijn. Met een vrouw. Oh. Moet ik nog meer zeggen? Nee, nee. Laten we nog eens wachten. Echt waar. Paris. Snel, maak die kist leeg. En begraaf die kleding in het zand. Maar... Doe het! Helena, we moeten onherkenbaar aan boord zien te komen. In het ruim van het schip. Jij gaat in die kist. Wat? Je weet toch zeker niet jij... dat je niet... Help haar in die kist. Maar ik denk dat het best warm kan zijn. Nu! In de kist. Sorry, jongheid. Wat? Hemmes! Hemmes! Ga me los! Hemmes! Hemmes! Ik ga niet in deze kist! Sorry, jongheid. Ik waarschuw jullie! Grijp me! Ik ga niet in de kist! Paris? Waar was jij? Zeg, je zegt niks over dat meisje van gisteravond, hè? Hoe weet u van dat meisje? Zeg, wat zit er in die kist? Oh, dat zijn wat souvenirs uit Sparta. Voor mijn toekomstige vrouw. Voor je toekomstige vrouw? Dan had je toch even kunnen... Hoor je dat, lieverd? Souvenirs voor een dame, dat horen we graag, hè? Ja, oké, okay, wat doet hij? Hij... graaft? Hij graaft. Hij graaft! Oké, okay, luister, jij pakt dat in. Breng het naar het ruim, want we vertrekken. Ik zal wel even meelopen. En waar waren de wachters dan op dat moment? Heer, ze is nergens te vinden. Zeus, bewaar. Ik ben me tegengekomen, broer. Wat is er aan de hand? Agamemnon, Helena is verdwenen. Wat? En niemand weet waar ze is! We hebben het paleis in de stad uitgekampt, maar... Ik had gewoon beter moeten opletten. Dan moet ze nog in Sparta zijn. Geen schip heeft de haven verlaten vandaag. Op het schip van Priamos na. Heer, een wachter heeft haar gezien. Ze reed samen met Hermes en een... andere man richting het strand. Een andere man? Welke man? Paris was de gast in ons huis. Is mijn vrouw Helena gestolen door een of andere geitenmelker? Zeus een bliksem door zijn hart schiet. Poseidon zijn hoofd eraf blaast. Ares hem doorklieft.
met een bijl. Dit moet een list van koning Priamos zijn. Die schoft. Ik heb die kerel nooit vertrouwd. We kunnen dit niet op ons laten zitten. Maak de beste paarden gereed. Paarden? Nee, dat heeft geen enkele zin. We moeten met wat beters komen. Ze zullen ons opwachten als we in Troje aankomen met hun boogschutters. Slachtvee zullen we zijn. De eed. Wat? Ik zweer plechtig dat ik Helena en haar zelfgekozen echtgenoot zal beschermen wanneer nodig. De eed. De eed, dat is het, broer. We gaan alle gezworen af. Ze zullen ons te hulp komen. Alle oorlogsschepen zullen zich verzamelen in Aflida. En dan zal ik als opperbevel hebben van de 47 Griekse gebieden Troje binnenvallen als een verenigd koninkrijk. Jij hebt jouw Helena zo weer terug. Leen ik hier en daar wat kostbaarheden, hè? Zijn we beide tevreden. Het gaat mij alleen om Helena, broer. Ik zie Odysseus nog naar Ithaca om Palamedes te halen. Hij heeft het tenslotte allemaal verzonnen. Hoor de poten, Irpixem. Megastalis en Aladia Stoiton! Ik heb jullie gewaarschuwd. Wat doe jij hier? Zeus, alsjeblieft, laat me lopen. Mond dicht! Ares spreekt overal. In de Egeïsche Zee waren blauwe, zwarte, witte en ander gekleurde zeilen te zien. Onder de schepen met strakke zeilen. En deze renpaarden van de zee ontmoeten elkaar in Aflida. Een havenstad zo'n 200 kilometer van Sparta. De soldaten waren scherp als een mes. Ze hadden geen idee van de krijgerskwaliteiten van de Trojanen. Juist, ja. Ja, ja. Rustig aan, Ares. Er is nog niets aan de hand. Jawel, ga door, Ares, ga door. De oorlog ontvouwt zich in... Ik hou van de zee en ik hou van de rotsen. Maar als die kop van Apollo ziet, dan moet ik kotsen. Strijders, welkom in Aflida. Ja! Dat jullie alle zijn gekomen. Het wacht is op Palamedes en Odysseus. Mijn man is onderweg naar Aflida. Mannen, fantastisch dat jullie er alle zijn. Heren! Broeder naar broeder, man tegen man. Schouder naar schouder, kamp tegen kamp. Dit is het moment om te tonen wie wij zijn. Hoeveel van ons nog sterven. Strijders, juist nu iedereen klaar is om te vertrekken, laat Poseidon, de god van de wind, ons in de steek. Hoe vervelend ook, we zullen nog even moeten wachten. Laat het waaien, Ares, zo hou je de oorlog. Helaas ligt het sturen van de wind buiten mijn macht. Ik ga naar Kalgas de Ziener. Hij weet wanneer het gaat waaien. Ik heb het niet zo op zieners. Ze voorspellen wel. Maar zeker weten doen ze het ook niet. Ik ook niet, maar kwaad doet het zeker niet, hè? Ja, dat is het wel. Dat is wel een beetje. Goh, wie had gedacht dat we elkaar zo snel weer zouden treffen? Maar of ik daar zo blij mee ben? Sorry? Dat ik daar zo blij mee ben. Ik dacht al. Geen zuchtje. We kunnen net zo goed naar huis gaan. Ja, maar we zijn toch niet voor niks gekomen? Ja, en wat is het plan? Ja, als er überhaupt een plan is. Ja. Heren, alstublieft, een beetje rust graag, hè? Ja. En een beetje respect, alstublieft. Ja, zeg dan. Mannen kunnen nu wel de geldzaken regelen. Nou, daar bemoei ik me niet mee, hoor. Ik geef het alleen maar uit. Erg grappig. Is.
Helena? Dit is een heel gevaarlijk spel wat jij speelt. Hector. Ben jij helemaal gek geworden? Jij brengt Troje in gevaar, inclusief je vader. Ja, misschien. Wat? Maar ben jij wel eens zo verliefd geweest? Paas! Goed dan. Zodra we in Troje zijn, reizen we verder. Naar een ver land. Als vader hoort dat jij de koningin van zijn groot... Als vader wat hoort? Koningin Helena van Sparta. Nee, het is prinses Helena van Troje. Wat? Oh mijn god, nee. Ik weet niet of ik blij moet zijn of verontrust. Ik wel, heer. Blij. Alleen maar blij. Verstop je in de hut naast die van de schipper. Niemand mag je zien. Ik moet nadenken. Vader, stuur haar terug nu het nog kan. Ja, misschien is het wel het beste, ja. Heer Agamemnon aast al jaren op ons land. Nu heeft hij eindelijk een reden om Spee direct aan te vallen. En als ik één ding niet wil, is dat ruzie met de Grieken. En dat zal ook niet gebeuren. Apollo zal ons bijstaan. Als die verdomde rot dit nou eens zal aanwakken. Heer Kalchas. Bijna 1000 Griekse oorlogsschepen liggen klaar om weg te varen naar Troje. Wanneer gaat dat nou eindelijk? Het zou verstandig zijn een grote veldheer en een sterk leger mee te nemen. Achilles en zijn zwarte mieren, de Myrmidonen. Ze zijn onverslaanbaar. Achilles, ik haat Achilles. Zelfs zijn ouders weten niet waar hij is. Luister. Toen Achilles werd geboren, was er een orakel. En dat zei dat hij, de grootste vechtersbaas ter wereld, zou sterven in de Trojaanse oorlog. En nu de dreiging nabij is, heeft zijn moeder hem verstopt op het eiland Thebe. Daar is hij samen met zijn neef en vriend Patroclus. Thebe? Daar wonen alleen maar vrouwen. Juist. Daarom zal niemand hem daar verwachten. Thebe. Goed. Ik stuur mijn mannen naar Thebe om Achilles te halen. Maar u zorgt dat het gaat waaien. Beter, nee? Geef hem nog 1 jaar en dan versla ik je. 1 jaartje. Je bent er nog lang niet, vriend. Gilles. Met zo'n grote voorbeeld had ik 1/10 van je krijgerskunsten. Geduld, Patroclus. En een beetje spieren. Dat is alles wat je nodig hebt. Alarm! Achilles! Vrienden! Kleed je om! Ja. Je weet wat je moeder gezegd heeft. Ik zal mijn opwachting maken aan het hof. En in ieder afleiden. Jullie gaan op zoek naar Achilles. Ajax legt die kist op een zichtbare plek op het marktveld. Man, wat een plek. Je ziet er alleen maar vrouwen en nog meer vrouwen. Kinderen van de koning Ajax willen een beetje bij de les blijven. Vraag het aan de jongen daar. Jongen? Hey, jij daar. Wij zijn op zoek naar Achilles. Heb jij die gezien? Achilles, wat zou die hier nou te zoeken hebben? Dames, wij zoeken Achilles. Die heb je vast ergens gezien. Wie zeg je? Achilles? Niet gezien. Wie is dat eigenlijk? Achilles de vechtersbaas. Dus jullie kennen hem wel? Nee, nou ja, iedereen kent hem natuurlijk. Hij is de sterkste strijder die er is. Maar hij is niet hier. Nee. Nooit geweest ook. Nee. Is dat harnes
Van echt zilver? Mag ik het aanraken? Over 10 jaar misschien. Dames, het zwaard en de ereschenken deze kist hebben jullie, jullie vader. Oh, maak hem open! Oh, prachtig je toffe zijn. En poppen! En mooie kwikjes en strikjes. En kettingen! Van goud en zilver! Koningin Helena is ontvoerd. Alle Griekse vorsten van het vasteland gaan haar terughalen. Agamemnon verzoekt jou om het bevel van een groot deel van de vloot, zo'n 1000 schepen, op je te nemen. En waarom zou ik? Ja, waarom? Als we winnen, zou jouw naam nog 1000 jaren over de wereld gonzen. Achilles. 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 Waarom niet Achilles? Ik vecht met je mee. Ik kan niet. Ik heb mijn moeder beloofd hier te blijven. Zijn moeder. Dan gaan wij. Jammer. Wacht. Laat me erover nadenken. Nadenken? Laat me niet lachen. Dat is helemaal nergens voor nodig. Mijn Achilles verkiest eer, roem. En passie boven een lang en gelukkig leven. Mijn Achilles, mijn Achilles. Wat bedoel je met mijn Achilles? Zeg Ares, ik heb je hier naartoe gehaald om mijn Troje te beschermen. Je bent tegen Achilles. Doe wat ik je zeg. Apollo, je denkt toch niet werkelijk dat een zoon van mij jou zal steunen? Is Ares een zoon van ons? Ares, doe wat je moet. Senna en Xanthophilia staan met Frisida en Berisida en Steffi, Luna en Tekla, die weer vriendinnen zijn van Inoni met Coritza en Ambrosia en Elektra en Alexandra en Maya en Dione. Oh, en in Sparta zijn Menelaus en Agamemnon met al die vrouwen en die... Lieve Hera, ik vind je lief, ik vind je heerlijk, interessant en erg begeerlijk. Maar lieve schat, ik begrijp er helemaal niets meer van. Al die namen, u begrijpt het ook niet meer. Nee, dat snap ik. Begin eens van vooraf aan. In Sparta staan Agamemnon en Menelaos klaar om te vertrekken naar Troje. Zij wachten op meer wind met 1000 soldaten om in Troje Helena terug te halen. Aan de overkant van de zee staat Inoni, de echte vrouw van Paris, op het punt om naar Troje te reizen samen met haar kinderen en haar vriendinnen om daar op zoek te gaan naar haar Paris. En dan is er de stad Troje. Xena heeft een dochter van Hector die daar niets vanaf wil weten. En haar zelfs geld betaalt zodat ze haar mond houdt. Het is een vlerk, mevrouw. Een vlerk is het. Zeker. Uit verdriet vertrekt zij samen met 2 van haar vriendinnen naar haar vriendinnen op de berg Ida. Oh, allebei. Mm-hmm. Soms is verandering nodig om jezelf te kunnen blijven. Een vrouw is net als type ex, hè? Eerst is je type, dan is je ex. Ik wil gewoon ook mee. Ja, er moet ook gewerkt worden. Heb je wel alles? Nee, ik heb een dochter, dat is genoeg. En Brisida die me helpt. Ga je wel missen, hoor. Ja, kijk je wel uit. Hallo, ik kom gewoon terug. Ja, en Brisida die kent de wegen als de beste en die zal ons begeleiden. Hector is enkele dagen op reis, dus we zullen hem gelukkig niet tegenkomen. Is het onderweg gevaarlijk dan? Natuurlijk niet, we worden beschermd. Apollo zal over ons waken. Het paard staat voor, kom. Oh, meiden, het paard staat voor, kom. Wat zal ik gelukkig zijn als ik paren weer in mijn armen kan sluiten. Ja, snel. Gaan we papa sneller zien? Oh, en Kabalas. Dat zal niet lang meer duren, lieverd. Is iedereen klaar om te gaan? Oh ja, voor ons het niet veilig is, dan heb ik nog gewoon. Wat lief. Als deze vrouw onderweg gaat, is het nooit veilig. Dat weten jullie. Oeh. Eindelijk weer eens wat avontuur, meiden. Kom, ja.
Spartanen zeker? Wat zou je doen als het jouw koningin was? Ja, inderdaad, wat zou je doen? Hier, Achilles is gearriveerd en bereidt zich aan te sluiten bij de vloot. Koning Menelaos, wij zijn geen wakke honden. Geen brave paardjes die zich laten mengen door Priamos. We moeten voor die toestemming. Soldaten, volk, blijf sterk. Als wij, als trotse Grieken van het vasteland, het roven van onze eigendommen door die Trojanen nu toestaan, dan zal dat het begin van het einde zijn. Dan zal niet alleen Sparta, maar ook al jullie dorpen worden leeggeroofd. En dat kunnen wij, nee, dat mogen wij niet toestaan. Laten we daarom de goden verzoeken om meer wind. Maar ook blij zijn, want niet eerder stonden we zo eensgezind op dit strand. Gek, als dit zo doorgaat, dan zal Troje. Er gaat niets boven de oorlogsretoriek van een leider. Stop hiermee, Ares. Zeus, laat hem stoppen. Zij die het opgeven, zullen nooit weten hoe dichtbij hun doel ze waren. Waterklos, je mag mee. Maar ik wil niet dat je gaat vechten. Je bent me te dierbaar. Ja! Het verhaal gaat dat als Agamemnon zijn dochter Iphigenia opoffert, hij pas zou gaan waaien. Als dat zo is, moet hij het doen. Offer haar. Pas als u uw dochter Iphigenia zult offeren, zal de wind gaan waaien. Ja, ja.
haar gedaan. Uit Sparta, uit Sparta. Sparta wil alleen maar poeren. Uit Sparta! Als je haar gewaad ziet, ze hebben een relatie. Oh nee, hij zoekt haar hand. Terug naar je eigen land. Mijn god, het is Helena. Flikker haar in de arena. Als de lucht is geklaard, dan zie je een paard. Een paard. Accepteer haar. Ze is zo prachtig. Ze is mooi. En ook nog machtig. En die jurk met van die plooien. Maar wat doet zij hier? Wij Trojanen zijn een gastvrij volk. En wij heten iedereen, dus ook Helena, van harte welkom. Dus daarom, laat je horen voor prins Paris en zijn wonderschone Helena! 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 Troje, Troje, dit is mijn stad van eer. Voor de koning van Troje hef ik mijn speer. Troje, Troje, met Apollo aan mijn zij. Troje, Troje, moedig tot stem vrij. Troje, Troje, dit is mijn stad. Mag ik even? Heren, heren, heren. Ik heb u heus wel gehoord. Ik maak mij ook zorgen. Wat zal het volk zeggen? Hè? Ik moet er even over nadenken. Vader, ja. Stuur haar terug, nu het nog kan. Ja, dat is een optie, maar ook daar moet ik even rustig over nadenken en alles. Noodsituatie, noodsituatie! En dan de duister is scheep op het strand. Noodsituatie! Hector, de vijand! We vallen zo bij de poort! Moeten de poorten niet sluiten? Rustig aan! Leger bij elkaar. In mijn hand, in mijn hand, Troje brandt! Hoe lang heeft het leger nodig? Een half uur. Dat moet sneller. Alle mannen die in staat zijn om te vechten staan over enkele minuten buiten de poort klaar om naar het strand te rijden. Zet al onze boogschutters op de muur. Ik zal ervoor zorgen, broer. Paris! De hele kust ligt vol met Griekse schepen. Ze komen Helena halen. Hector, wacht!
Misschien zijn excuses en een goed gesprek voldoende om de rust te bewaren. Wat? Bode, regel een koets. Ja, vader, dat is veel te gevaarlijk. Maar mij doen ze niks. Ik zal u vergezellen. Okay, als je je maar gedraagt, hè. Haal die koets. Ja. Er ook andere mogelijkheden zijn. We zijn hier niet heen gekomen om te praten. Toch, man? Nee! Polymee! Thanatos! Niet dan even pas! Ze kan het toch niet? Uitslagen! Ga mee! Te leggen. Vader, verderop vecht Achilles met onze mannen. Laat koning Menelaos spreken. Priamos, kijk eens. 20.000 soldaten. Als je Helena nu uitlevert, dan varen we terug. Misschien is het dan het beste. Helena is mijn vrouw. Ik laat haar niet gaan. Vaar eens, hou je jouw vrouw? Mijn zoon is in de war. Paris, praat in het belang van alle volken. Wees verstandig, Paris. Eén keer. Geef Helena terug! Nooit. Nooit. Heren, deze waanzin gaat over de liefde tussen twee mensen. Laten we er samen op vechten. De winnaar mag Helena meenemen. En de verliezer zal zich daarbij moeten neerleggen. Ik aanvaard deze uitdaging. Paars? Ja, mooi. Morgen zien we elkaar bij dageraad. Roep Achilles en zijn mannen terug. Mannen, wacht hier op Achilles. Begin met bouwen van het kamp. Okay. We gaan terug. Ga maar vast. Ik ga mijn eigen weg. Hector, ik heb nooit gevochten zoals jij. Hoe... Jij hebt het probleem veroorzaakt. Dan mag je het ook zelf oplossen. Maar is er geen andere oplossing? Zorg er gewoon voor dat je morgen wint. Schijtert! Ze zijn doodsbang! Achilles, tot morgenochtend wordt er niet gevochten. Bevel van de koning. Waarom niet? Morgen is er een duel tussen Menelaos en Paris. We trekken ons terug. Jullie bouwen mee aan het kamp. Ik kijk nog wat rond. Ik heb je grif betaald om mij te dienen. Ja! En nu heb je aangesloten bij de vijand. Je schaadt mijn vertrouwen. Verrader! Leugenaar! Durf is het woord trouw in de mond te nemen, Apollo. Je hebt Athene destijds schandalig behandeld in jullie huwelijk. Nou, Hera, bemoei je niet mee. Dit zijn jouw zaken niet, hè? Apollo, het huwelijk is net als in je broekplas, hè? Het begint lekker warm, maar het wordt al snel een stuk kouder. En is je wel eens opgevallen of het woord huwelijk rijmt alleen maar woorden als gruwelijk en afschuwelijk? Waarom verdwijnen jullie niet uit mijn land? Is hier niets van jou bij, Apollo! Nou, om eerlijk te zijn vind ik het wel een goed idee van Apollo om naar huis te gaan. Zeus. Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar het spoor dat je nalaat. En het is de tegenwind die de vliegen doet stijgen. Grote god Apollo, sta me bij. Griekse oorlogsschepen. Zoveel heb ik er nog nooit gezien. Wat doen ze hier? Xanthophilia. Senna, Priscilla, wat doen jullie hier? Je zou ook kunnen vragen hoe het met je kind is, Hector.
is dat? Jouw dochter, ja. Luister. Dat wat er tussen ons is gebeurd, dat was een foutje. Een foutje? Jij doet een prachtige meisje, jouw dochter, een foutje? Hector, Xena wil graag met haar baby naar Ida. Help haar, dat is het minste wat je kan doen. Dat is goed, oké. Okay. Maar niet nu, niet hier. Jullie moeten terug naar het paleis. Ik beloof dat ik zal helpen. Achilles? De man die Agamemnon's bloed wel kan drinken? Waarom vecht jij dan voor de Grieken? Wil je het echt weten? Over 1000 jaar is iedereen deze oorlog vergeten. Maar mijn naam niet. Die zal op alle muren en tempels van het land staan. Door het volk worden geschreeuwd als ik een stad binnenrijd. Wij stellen ons gevecht uit, Hector. Totdat heel Troje het kan zien. En als je lef hebt, neem je dat zielige broertje van je mee. Achilles! Hier. Zie hier onze meid. En nog een. En wie zijn jullie? Dat gaat je niks aan. Jij hebt het beeld van onze heilige god Apollo onthoofd. Het is niet meer dan een stuk steen. Zij zal je zo heftig straffen. En als hij niet doet, dan doet mijn vader het wel. Dit hier vanavond naar mijn tent. Ja, de mooiste trofee is voor u hier. En mag ik misschien deze dan? Geef dit meisje met die dure zijde kleding maar aan heer Agamemnon. En waarom krijgt heer Agamemnon dat andere meisje niet? Omdat ik haar als eerst heb gevonden. Daar dan mijn tent schoonmaken. Doe wat je niet laten kan. Breng dat andere meisje naar mijn tent. Ga door met het bouwen van het kamp. Nee, 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 nee. Ja, als we worden toegelaten tot het paleis natuurlijk. Waarom zouden we niet worden toegelaten? Inonie, grapje. Mama, hoe lang moeten we nog reizen? Ik ben moe. Niet lang meer, lieverd. En als we in Troje zijn, mogen we lekker lang knuffelen met jullie papa. En misschien kan ik dan met de knappe prins knuffelen en dan vraag ik hem daarna ten huwelijk. Dione trouwt met een van de 155 zonen van de koning. Ik denk het ook. Met zo'n mooie breedte. Oh ja. Zullen jullie al aankomen bij de poort? Hoi, wij zijn de poetsvrouw van de berg Ida. En wij komen om de hand vragen van een van uw prinsen. Natuurlijk niet, dames. Als wij wapens kunnen poetsen, eten kunnen klaarmaken en voor kleine kinderen kunnen zorgen, dan kunnen we ook het hart van een prins wel op hol jagen. Kijk en mij. Vooral ik dan. Wacht, wie zeg ik? Ik let maar toch. Als hij en jij ook niet waar. Ik zeg één keer maar vast. Als ik een vraag kan vinden, dan moet ik het helemaal niet. Ja, echt wel. Wees wel echt. Geen hand meer in de mijne, geen mond meer die me kust. Geen lach meer in de verte, geen zon meer hier, geen rust. Geen adem hier zo naast mij, geen streling door het haar. Geen arm meer om een schouder en warmte bij elkaar.
Eerlijkheid is harder, nog harder dan een steen. Ik kan er niet meer tegen, maar ik moet er toch doorheen. Ik wil niet omzien met een glimlach, vol van pijn. Ik wil vooruit, laat me niet alleen, laat me niet zo eenzaam zijn. Laat me niet alleen, daar waar jij ligt en waar je bent, waar je adem rust, op een plek die jij, alleen jij goed kent. Laat me niet alleen, laat me jou dan je prinses zijn, die je wakker. Achilles. En jij? Wat is je naam? Hm? Heb je geen naam? Dan niet. Priscilla. Heer, Agamemnon wil u spreken. Priscilla. Wat doe je hier in Troje? Jij bent hier niet om Helena terug te halen. Die kan jou niks schelen. Ben je hier voor onze schatten? Waarom ben je hier? Wow, wow, wow. Je hoeft niet bang voor me te zijn. Als een van de weinige Trojanen. Indrukwekkende introductie. Je hebt de Trojanen meteen laten zien wie Achilles is. Draai je liever niet omheen. Wat wil je? Goed dan. Ik wil weg hier morgen. Met goud, sieraden, beelden. Als Menelaus dat duel gewonnen heeft, stel ik voor dat onze mannen door de poorten breken. We het paleis plunderen. En dan wegwezen. Wat wil jij? Eten. Op dit moment wil ik eten. Achilles! Ah! Bode, stuur een boodschapper naar onze vrouwen en dochters. Over een week zullen we terugkeren in Griekenland. En de overwinning vieren. Ja, hier. Ja, nou is het hele tijd. Ik heb het al meerdere keren gezegd. Ga gewoon maar door. Nou, ik vond het toch zo
moedig van haar, Iphigenia. Dat zij bereid was om zich op te offeren. Dat meisje heeft karakter. Maar mijn man heeft onze dochter uiteindelijk niet opgeofferd. Nee, het verhaal gaat dat Agamemnon haar juist heeft gered. Samen Stamata. Ja. Laten we erover ophouden. Nee, natuurlijk. Zodra een gesprek u niet aanstaat, wordt er niet meer over gepraat. Nou, dan laai je. Beheers je. Iphigenia, meisje, hoe gaat het met je? Het is dankzij onze Zeus dat ik hier nu nog sta. Voor zo lang het duurt. Nou, dames, ik heb wel het voorgevoel dat dit wachten nog heel lang gaat duren. Ja? Nou, dames, ik heb goed nieuws voor u. Ik kan u vertellen. Er zit schot in de zak. Ja. Binnen afzienbare tijd zijn jullie mannen terug. Ja, laten we daarop proosten, zeker. Bespaar me uw praatjes. Ja. Semata, wij worden al tijden voorgelopen. Yes. Die oorlog, die zit muurvast. We zijn er klaar mee. Weten jullie wat? We regelen gewoon zelf een schip en gaan zelf naar Troje. Ja. Inderdaad, als het goed legt, gewoon mee. Ja, we willen weten waarom het zo lang duurt. Ja. En waarom lacht u, hoogheid? Huh? Nou? Huh? Ik ga. Ja, precies. Wij gaan ja. Naar Troje. Ja! Wie gaat ze mee? Ja. We gaan allemaal. Trouwens, de kant. Steeds op zijn voorstel ingaan. Geef Helena terug. Helena is mijn vrouw en dat blijft ze. Als ik sneuvel, zorg dan goed voor Helena. Zorg er dan voor dat je Paris, als jij klaar bent met je brietpraat, zullen we dan beginnen? Ja, ik heb een ander voorstel. Laat Helena zelf beslissen. Onacceptabel. Laat de strijd beginnen voordat hij eronder uit probeert te komen. Eronder uitkomen. Ja. Laat me niet lachen. Oké, okay. Vecht dan maar, prins. Ik ben me aan het opladen. Vecht de Paris. Ik wil eerst nog met mijn vader spreken. Vecht, Paris. Polla mee, Dylan. Vecht, lafaard. Als je 10 keer hebt gezegd stop dit, als er echt niets anders op zit, als de vrede hier voorbij gaat, je met je rug tegen de muur staat. Als je echt niets meer verwacht, je woede heeft de overmacht, niet weet wat je moet doen en je ergert je heel erg goed. Je handen in het haar, alles geprobeerd, het is klaar. De koek is op, je bent het zat. Altijd gedoe, altijd weer wat. Als niets lukt zoals je wil, van buiten stil, van binnen gilt. Je schreeuwt om wat je ziet, maar je doet het niet. Zeg dan maar. Dat Menelaos de winnaar is! Ja! En dat Priamos Helena vanavond nog zal uitleveren. Vanavond is Helena bij mij. Anders is het oorlog. Polymos! Polymos! We'll be right back.
Senna en Priscilla zijn gevangen genomen door de Grieken. Nee. Wat? En hoe is het met de baby? Ik weet het niet. Kan Hector er niks aan doen? Ja, we gaan het hem vragen. Hé, jullie mogen niet in het paleis komen. Als anderen mag hoort dat Hector buiten de deur rotzooit, zal ze razend zijn. Heeft ze geen vermoeden dan? Steffi, iedere man in het koninkrijk is ontrouw. En broers beschermen elkaar. Ja, dat weet ik, maar ik ken Andromach. Zij is ooit slavin geweest. Zij zal dit nooit accepteren. We moeten Hector spreken. Nee, ik denk dat niet. Zorgen we er zelf voor. Kom eens bij me zitten. Ik ga nog liever dood. 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 Dat zou toch zonde zijn? Van zo'n mooi lijf. Wat is dit? Koningszijde uit Troje. Familie van het koningshuis. Wie ben jij? Als jij een antwoord wil, dan zul je me behandelen als een vrouw. Met respect! Als kan je mij maar beter doden. Stop je er niet mee, Hector? Laat anderen het vuile werk doen. Wie? Mijn laffe broer die wegrent voor een gevecht? Nee. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Glisses leven is gevaarlijk. Hector, vlucht nu het nog kan. Hou je mond! Stop ermee, lief. Ik wil je niet verliezen. Laat Adelphus het bevel overnemen. Ja. Papa! Is het oorlog? En als je gaat vechten, mag ik dan mee? Hey, wat doen jullie hier? Elena? Oh man. Hermes. Hi. Nou, we gingen gewoon een luchtje scheppen. Ik ga terug naar Menelaos. Misschien kunnen we op die manier een oorlog ontlopen. Wat? Het draait niet meer om jou, Helena. Het draait om iets veel groters. En het heeft geen zin om terug te gaan. Menelaos zal hoe dan ook zijn wraak nemen. Mijn broer heeft je nodig. Hermes, breng haar terug naar de kamer. Maar... Heer, uw vader vraagt naar u. Doe wat ik heb gezegd. Maar natuurlijk, heer. Eerst een vrouw en dan vervolgens verliezen. Dat is geen broer van, maar een lafaard. Dit kan ook gewoon echt niet, even serieus. Vecht als een meisje en overbloed gaat doen. Dat kan je toch ongelooflijk. Vader. Ze hebben mooie kleertjes aan, echt. Het spijt me. Heb je geen eer? Je hebt me voor gek gezet, jongen. Het is nooit mijn bedoeling. In het bijzijn van alle Griekse bevelhebbers. Iets wat mijn zoon Hector nooit zou doen. De koning van Sparta aanvallen in zijn rug. Je bent een lafaard, man! Maar het is toch zo. Jij hebt geluk dat vader geen oorlog wil. Kom zij. Hector, jij krijgt het Trojaanse zwaard. Zolang dit zwaard in handen is van een Trojaan, heeft ons volk bestaansrecht. Alsjeblieft. Breng het leger in gereedheid. Wat? Vannacht vallen we aan. Een verrassingsaanval. Vader, alsjeblieft. We gaan Priscilla terughalen. En mijn dochter. Juist. Vader, we zouden uitsluitend verdedigen. Ja. En ik heb me bedacht, soms is de aanval de beste verdediging, hoor. Ook de Amazones, het sterkste vrouwenleger uit Lesbos, vechten met ons mee. Mijn besluit zat vast. Het zwaard, is het allemaal niet waard. Het is anders dan je ziet. Doe het niet, doe het niet. Cassandra, alsjeblieft! Onze koning heeft gesproken. Ja! Onze god Apollo heeft ooit eens gezegd dat als een man alleen Waarom leef je alleen maar volgens de wensen van de goden?
Zou ik jou het antwoord geven? Omdat dat zo gemakkelijk is, dan hoef je zelf geen enkele verantwoordelijkheid te dragen. Achilles! We hebben alle gebieden rondom Troje belegerd. We zijn klaar om ze de genadeslag te geven. Kan ik op je rekenen? Nee, dat kan je niet. Ah! Wil je goud, is dat het? Kom naar ons paleis in Mycenae, pak wat je pakken kan. Pak wat je pakken kan? Ja. Nee. Goed, dan doe ik het. Dan pak ik wat ik pakken kan. Als je haar niet vrij laat, komt niemand hier meer levend uit. Doe het niet, Achilles. Ik verwacht je morgen. En ik ga ervan uit dat we prima samenwerken. Best belangrijk. Eenheid in de Griekse vloot. Vind je ook niet? Patroklos, ik heb je geleerd hoe te vechten. Maar nu het zover is, wil ik dat je naar huis gaat. Het is te gevaarlijk voor je. Nee, ik vecht voor jou. Patroklos, oorlog is zinloos. Ik vecht voor jou. Patroklos, je bent een van de weinigen waar ik veel om geef. Ik wil niet dat jou iets overkomt. Ik vecht voor jou. Patroklos, je bent een lafaard. Achilles, ik wil graag dat je... Nee. Nestor, ik doe helemaal niets meer totdat ik Priscilla terug heb. Hey, Zarkis. Geef dat meisje terug aan hem, dan zal hij weer meevechten. Denk in het belang van de oorlog. De muren van het paleis zijn nog hoger dan ik had voorgesteld. Maar meiden, we zijn binnen. Ja, gelukkig had die poortwachter niks hoor. Nee, maar heeft het wel al ons kostspredig kostuum hadden, hè? Ja, Alexander. Hij was gewoon heel knap, oké? Zal mijn paren hier zijn? We wachten hier net zo lang op Hector totdat hij voorbij komt. Een kind verwekken en niet meer terugkomen. Ja, dat gaat zomaar niet. Hé, hey, kijk eens uit! Wat? Wat doen hier? Wat doen jullie in het paleis van Troje? Ja, wij komen natuurlijk Xena aan de baby bezoeken. Is ze al bevallen? Wat is er? De Grieken, ze hebben Xena en de baby gevangen genomen. Wat? En we weten niet of ze nog leven. En Paris? Is Paris hier? Inoni, haal nou toch eens op! Altijd een gezeur over Paris. Laat hem gaan. Hij is niet goed voor jou. Je kan het echt alleen laten.
Hector, de Amazonen zijn er. Is het Penthesilea? Breng me naar haar toe. Ik wil haar spreken. Ik heb alles geprobeerd, maar ik kon ze niet tegenhouden. Zeus, nee. Grote goden, maar wat doen jullie nou hier? Dit is levensgevaarlijk. Ik stuur jullie vandaag nog terug. Ja. En wie denk je daarvoor mee te nemen, lieverd? Ja, Agamemnon! Wie dan? En Mies, mij noemen Eddon. En desnoods vechten wij mee. Ja, sommige vrouwen bereiken meer dan een heel leger mannen, toch? Want waarom duurt die oorlog zo belachelijk lang? Ja, wij durven tenminste te vechten. Vader, luister nu wel naar ons. Breng de vrouwen naar de grote tent. Haal eten en drinken. Achilles, hier is je slet. Mijn grootste vijand. Hoe erg kan een mens in de war zijn? Als je wilt gaan, dan hou ik je niet tegen. Waar kan ik niet met jou mee? Achilles, waarom geef je geen antwoord? Heel diep van binnen schreeuwt een stem. Mijn geweten speelt een spel. Heel diep van binnen raast een bui, maar de eerste spetters laten nu wel heel lang op zich wachten. Die van binnen zou ik willen dat ik mijn woorden kon vertalen, maar wat mijn hart voert naar mijn lippen heeft mijn verstand nog nooit verstaan. Die van binnen wil naar buiten, wil het licht zien, wil besluiten dat het over is misschien, maar zelfs dat. Leven onze leiders. Ja. Kom op, Hector! Maak hem af! Hij is niet zo.
is Achilles niet. Wie dan wel? Patroclus. De neef van Achilles! Maak gebruik van de verwarring. Val aan! Achilles. Wat hebben jullie gedaan? Wij dachten dat u het was die ons het bevel gaf. Waar is Patroclus? We dachten dat hij bij u was. Waar is hij? We dachten dat hij ons had geroepen. Waar is hij? Hij droeg uw schild, uw harnas, uw beenkappen. Waar is hij? Hector? Ja, heer. Maak mijn wapenuitrusting in orde. Ga weg! Allemaal weg! Achilles, laten we samen weg. Laat me. Alsjeblieft, Achilles, ik smeek het je. Ga niet weg. Alsjeblieft. Zit een tunnel. Je rent er doorheen en je komt 600 meter achter de linies uit. Wat bedoel je, Hector? Hey, niemand mag weten van deze tunnel. Dat is ons geheim. Beloofd? Ja, vader. Ja, vader. Alleen mijn vader en ik kennen deze kant. Luister, lief. Als ik sterf, dan... Laat niet zo. Lief, ik heb de neef van Achilles vermoord. Hij zal onze kinderen over de muur gooien. Hij zal jou zijn slavin maken. Hij zal mij afslachten. En daarom wil ik dat je vlucht. Als dat nodig is. Wat is er? Papa! Mama, wat gaat het doen? Wat is er? Wat gaat het doen? Laat het doen! Ik ga maar gereed maken. Paris? Ik ben vrouw. Zijn vrouw? Ja. Waarom moet ik maar aan iedereen verantwoorden dat ik de vrouw ben van Paris? Nou, omdat jouw zogenaamde man, Helena, de koningin van Sparta heeft geschaakt. En omdat het een lafaard is. En de oorzaak van deze hele oorlog. Sorry, we moeten gaan. Waar, jij liegt. Hermes, wat doe je? Niet. Ga aan de kant dan. Paris. Lieverd. Het is de schuld van Afrodite. Ze heeft ons in haar macht. In de droom vertelde ze mij dat ik de mooiste vrouw ter wereld zou ontmoeten. Toen werd ik verliefd. Ik kon er niks aan doen. Het is de schuld van Afrodite. Als ik had geweten... Leugenaar! Thank you.
troepen klaar zijn. Binnen het uur. Maak vaart dan. Maak hem af, Hector. Doe het niet, Hector. Hector! Ik heb u naar eer en geweten gediend, vader. Apollo zei met je, jongen. Hector! Was ik op de berg Ida gebleven, was dit nooit gebeurd. Het spijt me, Hector. Hector! Doe het niet. Zorg goed voor de kinderen. Nee. Was dit kind van jou? Ik weet niet waar je het over hebt. Niet? Een Trojaanse krijgsgevangene, Xena, beweert dit. Ik ken geen Xena. Leugenaar! Maar het is zijn kind. Dit is niet waar. Het is wel waar. Iemand doe iets. Xena? Hector, wie is Xena? Ik wil een verdrag sluiten. De winnaar staat toe dat de verliezer een eervolle uitvaart krijgt. Dat het lichaam wordt teruggegeven aan de nabestaanden, opdat zij het kunnen begraven. Leeuwen sluiten geen verdragen met mensen. Gisteravond dacht ik echt dat jij het was, Achilles. Man, we hebben die dode jongen zijn eer gegeven. Hou je mond. Thank you.
Het is zover! Hard geraakt, we moeten nu toeslaan. Maar een zoveelste aanval zal toch geen enkele kans maken? Ach, we moeten op een andere manier proberen binnen te komen. Odysseus, ik heb een plan wat de oorlog zal doen beslissen. We bouwen een paard. Wat heb je met ze gedaan? Met Hector en met de baby van Xena? Hector kende geen Xena. En kende geen baby. Wat heb je met ze gedaan? Schaft! Hoe kon je? Wie ben jij? Priamos? Zo kunnen doden. Oh ja. En denk jij nou echt dat ik nog bang ben voor de dood? Ik heb gezien hoe je mijn volk hebt gehalveerd. En het lichaam van mijn dode zoon door de straten hebt gesleept. Hij heeft mijn beste vriend vermoord. En hoeveel vrienden, vaders, broers, zoons heb jij vermoord, Achilles? Nou! Achilles, ik sta hier voor je. Een oude man. Er is niet veel meer wat ik nog kan. Ik heb niet veel te geven en niet veel om voor te leven. Ik vraag je maar één ding, niets meer. Gun mijn zoon de laatste eer. Kijk in mijn ogen. En toon een beetje mededogen. Meer vraag ik niet. Pijnig me, geesel me, sla me 1000 keer. Neem me alles af. Maar niet die laatste eer. Geef hem terug. Alsjeblieft, geef hem terug. Geef hem terug. Geef me mijn zoon terug. Laat me hem wassen, zijn gebroken lijf. En laat me daarna de gebeden zeggen. Laat me 2 munten op zijn ogen leggen. Alsjeblieft. Wat moet ik doen? Wat kan ik doen dan mij in alle kwetsbaarheid te tonen? Hij was mijn oudste, mijn eerste zoon. Toon in God aan wat respect en geef hem terug. Geef hem terug, alsjeblieft. Geef hem terug. Geef hem terug. Geef me mijn zoon terug. Geef hem. Geef hem. Priscilla? Koning Priamos? Je leeft. Kom mee naar het paleis. Snel. Je bent vrij om te gaan. Kom mee. Snel.
paard. Het paard. Dit heb ik voorzien. Dit heb ik voorzien. Dit heb ik voorzien. Wat is het? Een paard? Breng het naar het paleis. Ik vertrouw het niet. Mijn koningin, luistert u naar Cassandra? Hebben jullie heel de baai afgezocht? Ja, moeder. Ze zijn verdwenen. Zijn ze weg? Alle Grieken zijn weg. Zijn weg? Ja. De lampaard! De lampaard! Zijn weg! Hey, jongens. 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 Mama, nee. Breng het paard naar de stad. Ja, moeder. Ja. Zie het als een geschenk aan Pyrrhus. En een eerbetoon aan Hector. Breng het naar het paleis! Vanavond zullen we proosten en troosten en proosten op die ongelooflijke aftocht en de nederlaag van de Grieken. Ja! Vanavond zullen we troosten en proosten op de mannen, de vrouwen die gestorven zijn, de kinderen, zodat wij konden leven. Zelfen! Ja! Naar de kamer van Helena. Wij gaan naar de tempel plunderen die. Daarna steken we de stad in brand en zijn we weg. Kom op. Kinderen in veiligheid. Ik blijf hier. Alexius, jij krijgt het zwaard. Bescherm het goed. Zolang het in de hand is van de Trojaan hebben wij bestaansrecht, jongen. Vooruit, verlaat de stad zo snel mogelijk. Nu, ga. Heer, ze hebben uw vrouw Hecabe en uw dochter Cassandra. Nee. Agamemnon, wat doen we met deze hoeren? Zal ik je dan eens even laten zien? Kom hier. Heb jij dan echt helemaal geen enkel eergevoel? Eergevoel? Durf jij te praten over eergevoel? Jouw zoon heeft mijn broer in de rug aan. Ik zag alles in mijn hand. Troje brandt. Neem ze mee. Ah.
bij me blijven, lieverd. Maak Hector en je vader eindelijk eens trots. Paris, laat nou eens zien dat je een zoon van de koning bent. Hermes, zorg goed voor hen. Ja, heer. Waar is die? Wat was dat? Ik ga wel even kijken. Denk ik. Helena, verstop je. Ik kijk aan de andere kant. Ga weg daar! Paris, doe het niet. Ga weg. Achilles, is het waar wat ze over je zeggen? Wat zeggen ze dan? Dat je onverslaanbaar bent. Is het waar wat ze over jou zeggen? Wat zeggen ze dan? Dat je te laf bent om het daglicht te aanschouwen. Dat was waar. Ah. En deze is voor mijn broer. Mijn vader en alle andere Trojanen. Oh, vertel iedereen over mij. Achilles. Brisida, ga met me mee. Brisida. Ah, prinsje Paris van Troje. Jij hebt onze stad verwoest. Nee, dat heb jij helemaal aan jezelf te danken. Meneer, laat het niet doen. Laat. Ik wil dat je kijkt, Helena. En blijft kijken. Niet doen, alsjeblieft niet doen. Inonie, ga weg hier. Ik ben de vrouw van Paris. Jouw vrouw? Dus je bent niet alleen laf. Je hebt het ook nog overspelig. Hoogheid. Mag ik? Zo trotse handelstad was weinig meer over. En wat er van over was. Wat er van over was, werd overgenomen door de Grieken. Helena krijgt een tweede kans in Sparta, waar zij met Menelaus een aantal kinderen krijgt. Inonie, de vrouw van Paris, wordt de slaaf van Helena. Als Agamemnon thuiskomt, is zijn vrouw Clytemnestra zo boos over zijn slavin Hecabe dat zij Agamemnon vermoordt. Ajax kan het niet verkroppen dat niet hij, maar Odysseus wordt uitgeroepen tot held van de oorlog en maakt een eind aan zijn leven. En Achilles kreeg gelijk. Nu, duizenden jaren later, spreekt men nog steeds over hem. We gaan naar huis. We gaan.
Zijn voorgegaan, waar zoveel is uitgevonden, waar ook de waanzin is ontstaan. Hoeveel kennis we ook hebben en ontdekkingen gedaan, zal de mensheid streven naar een groter bestaan. Uit de naam van alle goden, al reiken zij hun hand, staat niet alleen troon.